steeds meer kwijt. Dus niet het aan het café hier. Maar ja, dat is een functie van de bibliotheek die relatief nieuw is. Vroeger mocht je niet praten in de bibliotheek. Tegenwoordig moet je bijna praten, moet je elkaar ontmoeten, mag je met elkaar praten in een café. Dat is een functie die de bibliotheek heeft. Een functie die de meeste andere openbare ruimten niet hebben of niet in deze mate. Dat is een informatiefunctie. Een bibliotheek is er om, om mensen te informeren, om lezen te stimuleren, om taal, die ontmoetingsplek belangrijk en ook die informatiefunctie. Op welk moment zijn jullie daar tot de beslissing van, we moeten daar extra aandacht aan gaan besteden. Waarom vinden jullie dat belangrijk, dat kennen? Dat is belangrijk om inderdaad jongeren te trekken naar de bibliotheek. Dat past bij de beleving van media, van content van jongeren. Het is heel belangrijk om te leren met behulp van games. Het is niet alleen maar een lokkertje voor jongeren in de bibliotheek. We zien ook heel duidelijk de rol van games om mensen makkelijker te laten leren. Dus onderzoek heeft aangetoond dat door de flow die je krijgt als je aan het gamen bent, je makkelijker leerstof opneemt.